Prima. Oké. Goed, welkom allemaal. Eens eventjes kijken. We gaan eens eventjes vandaag, waar gaan we het heel weer hebben? Over, in ieder geval sowieso olie. Dat is altijd eigenlijk in het beginnetje. Dan wil ik het nog eventjes over Vopak gaan hebben, want daar heb ik wel vorige keer wat over geroepen. Dan ben ik toch maar wat verder ingedoken om dat nou te kijken of dat straks een aandeel is om op te pakken. Zoals jullie weten misschien, ik heb het wel al opgepakt, ook op een te hoge koers, maar ik wilde nog wat verder in gaan stappen, maar de prijs is nog niet gebodemd, dus daar wilde ik nog even wat meer kijken wat daar was. Laten we maar eventjes kijken dan olie en LNG, en als er verder nog vragen zijn, dan hebben we aan het eind hebben we in ieder geval nog genoeg tijd om daar eventjes op in te gaan. Eens even kijken. Zo. De olieprijs. Nou, de mensen die zeg maar, even kijken, dit plaatje kennen jullie allemaal wel. Ik ga er even rustig doorheen. We hebben deze allemaal al wel eens een keertje gezien. Maar de pijltjes zijn wel wat veranderd, zeg maar, de afgelopen week. Dat zal jullie ook niet verbazen. Er zijn twee belangrijke zaken die zeg maar in de markt nu spelen. Even, dat is natuurlijk naast het virus Omicron ook de Fed die uit mijn hoofd woensdag morgen bijeen gaat komen. En die zal de markt wel omhoog en omlaag gaan duwen. En met name gaat het er natuurlijk om dan van hoe zijn de vooruitzichten voor de wereldeconomie. Nou, de vooruitzichten voor de wereldeconomie die doen zowel de beurzen beïnvloeden. Hè, want als het straks, er zijn iets van uit mijn hoofd 6 renteverhogingen zijn er nu al tot en met 2023 ingepland. Dat zouden er 8 kunnen worden. Nou ja, dat zit eigenlijk al het meeste in de koers verwerkt, in ieder geval van de beurzen. Maar als je kijkt naar de oliemarkt, dan gaat het natuurlijk om, van, ja, als de vraag naar olie omhoog moet, dan moet natuurlijk ook wel de economie groeien. Dus heel belangrijk is wel die vergadering van de Fed, want die geeft wel een beetje aan voor wat we kunnen verwachten van de groei van de economie. En daaruit probeer je dan ook de groei naar de vraag naar olie in te schatten. Dan kijken we nu even naar de factoren die ik hier even zeg maar, heb neergezet. Dan zie je dus dat Biden een beetje neutraal, we hoorden niet zoveel van. Er zijn geen grote nieuwe maatregelen. Ik denk dat eigenlijk de meeste landen nu keihard bezig zijn intern te kijken van hoe ze omgaan met hun lockdowns. Hè. Want Biden die wil ook nu toch weer de luchtvaart open gaan breken, zodat er gewoon weer gehandeld kan worden en gevlogen. Alleen moet nu onderzocht worden wat voor effect dat zou kunnen hebben op de verspreidingen van Omicron. Kijken we eventjes eentje verder, dat is dan zeg maar naar de oliegrafiek, het tweede plaatje. Dan zien we eigenlijk over de laatste 5 dagen dat die redelijk tussen die 70 en die $73 blijft hangen. Komt er goed nieuws over het virus, dan zie je opeens ook, dan gaat hij omhoog. En je ziet dan bijvoorbeeld weer op die 8e december dat hij weer dan hard daalt. Dan hebben we het weekend gehad. En na het weekend was het toch ook wel weer positief nieuws. Van, nou, het is allemaal wel misschien besmettelijker, maar de gevolgen zijn minder. En vervolgens zie je ook, dag André, die komt nu net binnen. Dan zie je ook weer dat die koers daalt. En vandaag, als ik nu kijk naar wat die doet, dan zal ik even heel snel kijken. Ik denk eigenlijk dat die olieprijs op zich, die is een klein beetje aan het dalen. Die zit nu op de 71,3. Nou ja, hier zat hij op de 71,4. Dus je kan zien dat eigenlijk dat hij weinig doet. Ja, die olieprijs, die wordt normaal gesproken natuurlijk belangrijk geacht voor die raffinaderijen, want daar moeten natuurlijk de kerosine, de diesel, de benzine, de bitumen, de nafta van maken. En ook dat heeft te maken zeg maar, met de vraag naar die eindproducten. Nou, de benzinevoorraden die zijn in Amerika hard gestegen de laatste paar weken. Is ook niet heel erg, want die waren ook heel laag. Maar de prijs van benzine is ook behoorlijk naar beneden gegaan. Dus die raffinaderijen maken minder marge zeg maar op hun benzine. En dan is die daling van die olieprijs, die is natuurlijk welkom, maar die zit nog niet genoeg. Nou, de kerosinevraag, ja, die is ook wat in elkaar gedeukt door zeg maar, de mindere vluchtbewegingen zeg maar, over heel de wereld. Ook in Europa zien we dat er restricties zijn. Voor de marges van de raffinaderijen ziet het er wat slechter uit. Dus die kunnen niet zeg maar, op dit moment heel veel meer gaan betalen voor de olieprijs. De OPEC, daar heb ik een streepje naar rechts gezet. Van ja, dat is eigenlijk
Die hebben gezegd dat ze in ieder geval van week tot week kijken of die olieprijs nou wel omhoog of niet omlaag moet. Even kijken, uit mijn hoofd, 24 tot 28 miljard dollar is het dit jaar, zeg maar, boven budget binnengekomen. Voor het eerst sinds weer lange tijden voor Saudi-Arabië. Die hebben dat geld hard nodig voor hun Vision 2030. Daar heb ik wel eens wat over gezet, hè, want wat wil Saudi-Arabië? Dat hebben ze gisteren ook, ik denk dat je het kunt lezen op Bloomberg.com, hebben meegedeeld dat ze dus graag loskomen van die olie. Want wat ze willen is eigenlijk een gegarandeerde inkomensstroom voor hun bevolking. Nou, dat wil elk land natuurlijk. Maar daarmee bedoelen ze dus dat ze los willen komen van olie en meer naar aardgas en waterstof en zonne-energie, dat soort zaken. Wat wil Vision 2030? Dat is dus, zeg maar, die onafhankelijkheid bereiken. En dat doe je dan door, uit mijn hoofd even drie dingen. Ze willen net met die NEOM, dat is dan een stad die gebouwd moet gaan worden voor Mekka-gangers. En ze willen daar dus tientallen miljoenen Mekka-gangers per jaar ontvangen. En dat wordt dan een soort hotelplek met entertainment. En ja, echt een gedeelte, zeg maar, voor de toeristenindustrie wat ontwikkeld gaat worden. Zeg maar, en dat zou dan zeg maar in 2030 klaar moeten zijn. Daarnaast willen ze de geldschieter zijn voor projecten. Hè? Dus projecten die financiering nodig hebben in het Midden-Oosten. Daarvan willen zij de nummer één worden in het Midden-Oosten. Dus daar is ook een vehikel voor opgetuigd. Zij worden, zeg maar, de nieuwe Londen van het Midden-Oosten. En daarnaast is het is de LNG en met name de waterstof, zeg maar, productie die zij hun onafhankelijk moet gaan maken na 2030 van die olieprijs. Uiteraard gaat er nog veel inkomsten komen door de olie. Het zou zomaar kunnen natuurlijk dat als we eenmaal omgaan naar die waterstof-economie, ja, dan moet je al van tevoren, dan moet je toch denken dat je toch zo'n 5 jaar zeker van tevoren al je projecten klaar moet hebben voordat je de eerste moleculen waterstof kunt produceren. Dus dat zijn de drie benen eigenlijk van dat Vision 2030 project. En daar wordt steeds aangesleuteld. En er moet nog flink veel geld bij, omdat in 2020 heel veel geld uit dat fonds weggedropen is. Toen de olieprijs rond de 20, 25 dollar zat. Dus dit lange verhaal is eigenlijk een inleiding voor mij om te bevestigen dat Saudi-Arabië blijft vechten voor een olieprijs die, zeg maar, tussen die 80 en die 85 dollar per vat zal zijn. En ook gisteren kwam naar voren dat Saudi-Arabië ook in de maand november minder geproduceerd heeft zelf, om maar te zorgen dat, zeg maar, er niet te veel olie geproduceerd wordt door OPEC. Dus ja, ze hebben gezegd dus gewoon eigenlijk elke maand gewoon te kijken van, is het nodig, hè, bij wijze van spreken op elke week, om minder te gaan produceren dan aanvankelijk beloofd. Hè? En dat is die 400.000 vaten per dag. Die komt steeds per maand erbij tot ze helemaal op volle productie zitten. En dat is dus gewoon afwachten. Dus we kunnen daar nu niks zinnigs over zeggen. En we kunnen er ook eigenlijk nog niks zinnigs over zeggen, want er is te weinig wetenschappelijk nieuws over Omicron. Ik heb gisteren een stukje over op mijn site gezet over wat weten we van Omicron. Ja, we weten dat het besmettelijker is. Het lijkt erop dat de effecten voor de mensen minder zijn. Maar de vaccins aan de andere kant, dat komt nu weer op. En dat is ook de vrees een beetje nu in de markt. Dat de vaccins toch niet helemaal waterdicht zeg maar het Omicron virus aankunnen. En daardoor er weer dus extra een boosterprik nodig is. En al die onzekerheid, zeg maar, van wat is nu precies de goede aanpak ten opzichte van dit virus. Ja, dat antwoord, dat hebben we gewoon nog niet. En daardoor zijn die beurzen zo onzeker. En dat zal ook zo blijven, ook als de Fed straks met een meevallend nieuws komt, zal toch dat Omicron nog even een paar weken de boventoon voeren, omdat het gewoon tijd kost voor wetenschappelijke instanties om echt gedegen een uitspraak te kunnen doen over het effect van het Omicron-virus. Daarnaast ga ik dan eventjes naar het plaatje over Iran. Ja, Iran, dus natuurlijk zijn meer landen in het Midden-Oosten, maar eigenlijk is dat de belangrijkste. Op zich praten ze nog steeds wel met de EU, maar ik las gisteren ook weer een stuk dat zelfs de afgezant van de EU niet heel positief naar voren kwam en dat die ook niet verwacht dat Iran op korte termijn een atoomakkoord gaat ondertekenen. En lees je wat verder, zeg maar, ook op Amerikaanse sites, dan zie je alweer dat gisteren was Israël bij de Verenigde Emiraten op bezoek. Ja, en die praten daar over wat te moeten doen.
met de situatie van Iran, omdat Iran nu over die grens gaat, hè, van die 20% verrijking van uranium, en het dan allemaal wel dicht en eng gaat worden, met betrekking tot het verder opschalen naar kernwapenspecificatie. En ja, doordat er geen controles zijn, dat is natuurlijk het hele lastige van het verhaal, weet je niet hoe ver Iran is. Iran wil het ook niet dat ze het weten, want dat geeft hen natuurlijk toch een beetje een machtspositie om te onderhandelen. Aan de andere kant kan Irak niet aan de boycott ontkomen, denk ik, als ze niet zeg maar de striktere toelatingseisen binnen het contract inwilligt. Want dat was natuurlijk waar het ook vorige keer op stuk liep. Ja, en dan zo'n bezoek van Israël naar de, zeg maar, de Verenigde Emiraten, wat echt ook wel geschiedenis is, want zo vaak is dat niet gebeurd. Geeft wel aan hoe belangrijk het is, en men vindt dat Iran dus zeg maar geen atoomwapen zal krijgen. En ook Israël heeft dat al volmondig gezegd. Dus ja, er zit nog wel een stukje politieke spanning wat daar kan optreden. Maar de waarschijnlijkheid is dus niet groot dat Iran zeg maar binnen de komende maanden, en dat hebben ze het over de komende half jaar eigenlijk, nog een akkoord gaat tekenen met de EU en Amerika. En ja, op dit ogenblik is het ook alleen maar de EU die onderhandelt met Iran. Maar Amerika heeft al laten weten dat pas als zij eruit zijn, dat zij er ook over na gaan denken. Dus dan zit je ook nog wel een paar maanden verder. Dus op korte termijn verwacht ik niet dat daar olie komt. En vandaar dat ik ook het pijltje omhoog heb gedaan bij de landkaart in het Midden-Oosten, dat de olieprijs daar omhoog kan. Voor de scheepvaartaandelen in olie, ja, daar gebeurt niet zoveel. Hè, van zolang Iran niet komt en er geen extra productie komt, dan zijn er ook minder tankers nodig. En zal die vrachttarieven zullen ook niet heel hard gaan stijgen. Het laatste plaatje even bij de opslagtanks. Ja, daar zien we dat er een stabiele tot een licht dalende olievoorraad is. Dus ondanks zeg maar alle coronazorgen is de markt dus zeg maar nog in balans. Hè. Het scheelt niet zoveel meer. Het is een miljoen vaten in een week erbij of 2 miljoen eraf. Dus dat schommelt een beetje rond dat nulpunt. En dat geeft toch, als je dat verschillende weken achter elkaar hebt, dan weet je wel dat er de vraag redelijk in balans is met aanbod. En dat het niet toevallig een verhoging is van een boot die net wel of niet gelost is binnen een week. Want die kan natuurlijk ook zeg maar het beeld een beetje verstoren. Maar de laatste paar weken zien we toch een trend dat de afnames of de toenames steeds kleiner worden. Dus wat dat betreft de markt wel in balans is. En voorlopig moet er nog zo'n 50 miljoen vaten bij voordat je op het 5-jarig gemiddelde zit. Dus ze hebben nog best een lange weg te gaan. Dus wat dat betreft qua olievoorraad hoeft de olieprijs ook niet veel lager meer. Laten we eventjes kijken naar het volgende plaatje. Dit was wat ik vorige keer gezegd heb. Ja, elke keer is het verhaal van we hebben te weinig olie en dan komt er weer een variant. En is nou echt het mogelijk dat we naar $125 per vat gaan? Ja, de vraag op zich is natuurlijk wel suggestief. Hè? We zitten immers nu op 70, dus dan zou je bijna moeten gaan verdubbelen. Ik denk nog steeds wel dat het mogelijk is, maar dat zal dan eigenlijk door andere factoren moeten komen. En wat moet je dan doen? Nou, eigenlijk op een paar verschillende dingen letten die nu in het nieuws zijn. Wilde je een indruk krijgen van wat gaan die olieaandelen doen, hè, en kan die olieprijs nou omhoog lopen? Ik heb het al een keertje eerder aangekondigd, dat koude weer wat er aankomt. Ik heb ook een rapport toegeschreven, dat weten jullie, met Tom Lassing over dat koude weer. Ja, die vortex die zit nog steeds rond Scandinavië. Daar is het ongeveer -15, -17. En de weerrapporten, in ieder geval ook de KNMI, begint nu ook wel te zeggen van oké, eind december, begin januari 2022 kan koud gaan worden. Maar zoals jullie weten, 2 weken vooruit voorspellen is al best ver. En dat zit dan zeg maar qua waarschijnlijkheid natuurlijk een stuk lager dan de weersvoorspelling van over 2-3 dagen. Dus ik denk dat het over een week wat zinniger is om een uitspraak te doen in hoe groot die kans nu is dat wij in Europa, tot en met Midden-Europa, zeg maar, een strenge winter gaan krijgen eind december, begin januari. Maar in ieder geval, ik ook in die Amerika, en ik heb u al wel websites laten zien, hè, Weather, Accu, Weather.com, je hebt ook een overheids, zeg maar net zoals de KNMI-instantie in de VS, die uitgebreide weerrapporten doen, en dan kun je ook een dagje of 7 tot 14 vooruitkijken.
En er staan best wel uitgebreide verhalen bij. Dus dat is wel interessant in de gaten te houden. Maar voor nu is het nu nog een weekje te vroeg om daar nou echt een uitspraak over te doen. Maar koud weer zal zeker de aardgas en ook als gevolg daarvan de olieprijs omhoog doen jagen. En de reden daarvoor is dat als aardgas duur wordt, als gevolg van koud weer, is dat centrales met name in de VS over gaan schakelen naar olie. En dat is ongeveer een verschil van tussen de... het zijn ongeveer een miljoen vaten per dag extra wat zeg maar, aan olie geconsumeerd kan worden. Dus dat is best veel. Er is een tweede verhaal. Dat is natuurlijk heel dat aardgasverhaal met Nord Stream 2. Die pijpleiding ligt er. Maar er moeten nog procedures voor goedkeuring worden afgegeven. En daar kom ik zo meteen op terug hoor, in een plaatje. De kans is toch wel groot en wordt steeds groter dat Rusland toch niet in ieder geval dit jaar nog gas gaat leveren in of naar Nederland en naar Duitsland en de andere overige EU-landen die een contract hebben afgesloten met Rusland. En dat komt door de huidige spanningen bij de Oekraïne. Dat ziet er ook niet naar uit dat dat snel is afgewikkeld. En je vraagt je ook af, is het nou allemaal toeval dat het allemaal nu in de winter gaat gebeuren en ook een hoogtepunt krijgt? Of is dat een... toeval of is het een spelletje? Ik weet het niet. Ik denk dat Rusland met haar pijpleiding en haar gas eigenlijk geen spelletjes wil spelen. Het is natuurlijk geen goede PR, maar in ieder geval, de EU heeft al gezegd dat als er iets gebeurt of een inval zou komen in de EU, dat ze de Nord Stream 2 pijpleiding dus niet gaan goedkeuren. Wat natuurlijk eigenlijk wel heel ironisch is. Want van tevoren was natuurlijk al duidelijk dat juist die Nord Stream 2, dat die maakt je zo afhankelijk van Rusland. En dan ga je hem gebruiken eigenlijk weer als een soort wisselwerking om dingen voor elkaar te krijgen van Rusland. Waarvan je hoopt dat het niet gaat gebeuren. Maar dat geeft in ieder geval aan al hoe belangrijk Nord Stream 2 is. Dus dat de EU Nord Stream 2 pijpleiding gebruikt om potentieel Rusland te straffen. Dan kun je dus niet meer ontkennen hoe belangrijk Nord Stream 2 is voor de EU en daardoor erken je meteen hoe afhankelijk we zijn van Rusland. Hè? Want er gaat 40 miljard door die pijpleiding straks heen. 55 om precies te zijn, 55 miljard kuub per jaar kan door die Nord Stream 2. Dus het is hetzelfde ongeveer wat we normaal verbruiken in Nederland aan aardgas in een jaar, om dat in context te plaatsen. Ik heb het verhaal al verteld van Iran, dat die waarschijnlijk niet met extra olie gaat komen. Dus dat is ook wat waarschijnlijker geworden, omdat er een soort padstelling is tussen de EU en Iran. En het laatste punt wat we al aangehaald hebben is dat er kunnen nieuwe coronavarianten weer opduiken. We weten gewoon niet hoe de vaccins erop reageren. We weten niet hoe besmettelijk het is. We weten niet of het leidt tot meer ziekenhuisopnames, et cetera, et cetera. Dus dat blijft toch, ben ik bang, nog wel een hele lange tijd boven die markt hangen. En het zal in ieder geval leiden tot meer volatiliteit in de olieprijzen, meer volatiliteit in de energieprijzen, gewoon in het algemeen. En uiteraard ook op de beurzen. Maar dit zijn dus de vier punten waar je op zou kunnen letten. Hè, wil je wat meer weten over de beweging van olie? Nou, je aardgasprijs, die is enorm in beweging. Hoe komt dat nou? Dat is eigenlijk sinds kort natuurlijk is dat eigenlijk pas gebeurd. Hè? Want kijken we naar het plaatje, dan zien we eigenlijk dat vanaf juli, zeg maar, van zeg maar die eigenlijk bijna wel kwakkellijn hè, van december 2000 tot juni 2021. Ja, natuurlijk deden die de gasprijzen wel wat, maar niet hectisch. En dan op een gegeven moment zie je in oktober die hele grote spike komen. En je ziet dat dan die prijzen weer gaan dalen, omdat het weer toch wel meevalt en het wordt allemaal mild. En op het moment dat we nu weer praten over een koude, mogelijke eind december, begin januari, zie je dan dat de prijzen gaan stijgen in combinatie dan met die mogelijke boycott tussen de EU en Rusland in verband met de Oekraïne. En je ziet dus dat de impact gigantisch groot is eigenlijk, zowel zeg maar politiek, als zeg maar het weer. Het grootste effect, zeker dat laatste stukje, dat is echt het weer. Zeg maar die piek van de laatste paar dagen. En daardoor zijn de prijzen weer boven de 100 euro per megawattuur gestegen in Nederland op de TTF-markt. Dit is zeg maar een gemiddelde van de EU-gasfutures. Maar je kunt rustig gewoon kijken naar de TTF-prijs als je googelt op TTF. Dat staat voor Title Transfer Facility. Dan kom je bij websites en dan zie je gewoon dagelijks, zijn mooie rapporten beschikbaar, hoe die
aardgasprijs zich beweegt. Nou goed, wat is er dan zo erg aan of niet zo erg aan? Nou ja, uiteindelijk gaat het erom dat door die kou in januari, februari vorig jaar in de VS, vervolgens in januari, februari ook in het Verre Oosten en in maart bij ons in Europa, dat die ondergrondse opslag ver naar beneden ging. En normaal gesproken, dat zie je dan ook zeg maar in dit plaatje, wordt dat dan weer aangevuld eigenlijk tijdens die zomermaanden. Hè? Want in maart zeg maar, zitten we meestal op een dieptepunt. Ja, en waar gaan we nu heen? Hè? We zien de verschillende lijnen. Dat is dus vanaf 2018 zie je die groene lijn, 2019 die gele lijn. Dan zie je eigenlijk dat het gewoon zo rond die 35 tot 30 miljard kubieke meter, hè, dat dat in opslag is, in dieptepunt. Maar we zien ja, nu wat er gaat gebeuren, zeg maar in 2021. Dat is die paarse stippellijn. En dan zie je eigenlijk als er niks goed gaat, dat we dan eigenlijk tot bijna nul komen in april. Waar we in 2020, dat is die lichtblauwe lijn, zeg maar eindigden op ongeveer 15 miljard kubieke meter in 2020. En dan hebben ze twee scenario's gemaakt. Daarom zijn het ook stippellijntjes, hè, die onderste twee, omdat het nog niet gebeurd is. We zitten nu in december, hè, dus rond die 40 miljard kubieke meter. En dan is die paarse lijn, zeg maar, die stippellijn, die onderste, dat is wat er gebeurt als Nord Stream 2 dus geen aardgas levert. En je ziet die groene stippellijn, zeg maar. Dat is dan als Nord Stream 2 wel haar aardgas levert. Dus dat is nog niet eens heel groot. Maar ja, dat komt waarschijnlijk omdat je ziet dat ze pas ook verwachten dat pas over een, ja, 3-4 maanden dat die goedkeuring komt voor Nord Stream 2 en niet eerder. Dus ja, dan heb je wel al de koudste maanden gehad. Dus daardoor komen we dan nog wel op een flinke dip uit. Maar wat het in ieder geval doet is, ja, je kunt wel ja, dat als het in april inderdaad zeg maar bijna op nul zit en je hebt koud weer in januari, dat die lijn mogelijk nog dieper uit gaat zakken. En dat betekent dus dan eigenlijk ook dat je in april ook nog hoge, niet alleen aardgasprijs gaat krijgen, maar ook daarna, omdat dan heel die, ja, zeg maar, de ondergrondsopslag weer gevuld moet gaan worden tot het normale niveau, waar je in september graag wil mee beginnen, tussen die, zeg maar, 50 en 60 miljard kubieke meter. Maar je moet dus wel dan al die aardgas gaan kopen in de zomermaanden. Dus dat houdt dan ook automatisch zeg maar, die LNG-prijs hoog, omdat vele landen in de EU zullen streven naar weer gezonde, normale aardgasvoorraden in september, zodat je dan weer in 2022 de winter op een normaal niveau in kunt. Ja, ik kom straks, Frans, bij de vragen in de Q&A. Dus zeg maar, een feit is gewoon dat de gasvoorraad in de EU op het ogenblik heel laag is. En het weer en de politiek gaan nu bepalen of we veel verder gaan dan 100, 120 euro per megawattuur, of dat we zeg maar daar kunnen blijven hangen. Nou, dan heb ik nog een plaatje even gemaakt, eventjes ergens vandaan gehaald, om het verschil te laten zien in nou tussen olie en aardgas. Wat je dus ziet, hè, ze hebben alles uitgedrukt in prijzen van olie hier. Je ziet hier die $71 waar ongeveer die WTU-olieprijs zit. Hè. Dat is die onderste lijn waar ik rechts onderaan de onderste lijn, een beetje grijsblauwig. Vervolgens zie je daarboven die bruine lijn, dat is de aardgasprijs. Nou, mensen die dat weten of die bijhielden, de aardgasprijs is boven de $6 per miljoen BTU geweest. En nu zit het ongeveer rond 4. Dus daar is ruim 33% van die prijs afgegaan in de laatste maand. Hè. Je ziet die knik eind november. Het koude weer kwam niet in december en de aardgasprijs reageerde meteen omlaag. Terwijl je dan ziet dat juist de prijzen in de EU enorm gestegen zijn sinds zeg maar, begin november. En je zou verwachten hè, dat in ieder geval, ja, als die prijzen in Nederland en in de EU omhoog gaan, ja, dan gaat iedereen snel bootjes boeken en dan ga je dat goedkopere gas ga je dan richting de EU transporteren. En dat is dus niet mogelijk, omdat logistiek gezien al die LNG-schepen, zeg maar, die zijn al geboekt hè, onder contract om bepaalde leveringen te doen. En dat zijn leveringen, heel simpel, aardgas naar energiecentrales die aardgas nodig hebben om elektriciteit te maken. Dat is de bulk van de business. Op basis van de oliemarkt zou dit bijvoorbeeld niet snel gebeuren, omdat je, als je zeg maar, een hoge prijs hebt
in olie in, zeg maar in de EU en een lage olieprijs in de VS, dat meteen tientallen tankers worden geboekt. Omdat je die maar veel makkelijker kunt boeken in de spotmarkt. De olietankers kun je zeg maar veel makkelijker vrij huren om daar bepaalde reizen mee te maken. En zouden die prijzen naar elkaar toe gaan groeien. Maar je ziet dus het verschil tussen de US-gasprijs, de bruine lijn en de rode lijn, dat daar helemaal geen toenadering is en dat het zelfs verder van elkaar gaat. En dat kan pas eigenlijk weer naar elkaar toe wanneer er weer genoeg schepen zijn of vrijgespeeld worden om bijvoorbeeld gas van Amerika naar Europa te brengen. Dus het zijn eigenlijk twee gescheiden markten op dit ogenblik. De marktprijs van gas in de EU en de marktgasprijs in de VS. En daarom zie je ook dat de LNG-prijzen eigenlijk en de aandelen zeg maar in Amerika nu het een beetje wat slechter doen. Omdat die nog niet mee kunnen liften. En waarschijnlijk als we een koude winter krijgen in de EU en er kan echt gas geëxporteerd worden uit de VS, omdat de schepen beschikbaar zijn, dan zul je ook zien dat de gasprijzen weer zeg maar een beetje de weg gaan volgen van de Europese gasprijzen. En dan zul je ook zien dat die LNG-prijs niet alleen omhoog gaat, maar ook de aandelen van de Amerikaanse gasaandelen het ook beter gaan doen. En dus dat is eigenlijk wat ik jullie wil laten zien, is dat het op zich vreemd is dat LNG-aandelen in Amerika het eigenlijk slecht doen, terwijl juist die aardgasprijs in de EU het zo goed doet. Hè? Dus je kan dan beter naar een aandeel als Gazprom gaan. Of een Europese gasproducent, omdat die vaak nog wel volumes beschikbaar hebben, die ze dus zeg maar eigenlijk tegen deze hoge prijzen kwijt kunnen in de spotmarkt. Ik kom zo meteen op de vraag, Tom, weer terug in de Q&A. Maar dit wilde ik jullie even laten zien, zodat je snapt waarom er een verschil is tussen de EU-gasprijs en de VS-prijs. Omdat je zou verwachten dat dat allemaal elkaar volgt. Dat is normaal ook gebruikelijk. Maar de logistiek, zeg maar, is echt heel verschillend in die gasmarkt. En daardoor kun je dus eigenlijk hebben dat het ene continent zwemt in LNG en het andere een tekort heeft. Goed, nou dit is daar ga ik het volgende keer over hebben, over waterstof. Dat wilde ik jullie even laten zien. Ik heb jullie vorige keer ook laten zien dat energieaandelen, wat er ook gebeurt nu, toch zijn dat de energieaandelen waar je vaak moet blijven zitten, ook nu. Want die gaan het gewoon straks goed doen en ook met name door de bedragen die straks in die energietransitie gestoken worden, gaan die aandelen het goed doen. En vanochtend was er ook weer een bericht van Duitsland, dat die weer tientallen miljarden op korte termijn in groene energie gaan steken. Dus die bedrijven die gaan daar van renderen. Dit heb ik vorige keer besproken, mijn 500% renewable race die ik heb opgezet. En die kunnen jullie gewoon zien. Via mijn beleggen.com kan je daar lid van worden of via mijn eigen website. Maar waar ik nu even op in wil gaan is die Vopak. Want daar heb ik het vorige keer over gehad. Dit was het plaatje eigenlijk wat we toen hadden getekend. En toen zat ongeveer uit mijn hoofd zaten we op 32 euro voor Vopak. En we zitten nu rond de 30, dus we zitten ondertussen weer 5-6% lager. En dit is dus een plaatje zeg maar van de laatste, laten we zeggen even, dikke 10 jaar. En we zagen eerst dat er zeg maar hier een bodem zat rond die 33, 34. Nou, die is al uitgenomen. En we zien nu zelfs dat zeg maar waar we toch echt wel in die bankencrisis zaten. We zitten hier dan in 2010, dat is het tweede blauwe plaatje. Het lijntje hier is hier bij waar we nu zitten, die 29,95. En dan heb je eigenlijk nog een soort piekbodem. Nou ja, dat is dan zeg maar op 24 ongeveer. Dus ja, Vopak zou in theorie hier een stuk kunnen dalen. Je ziet ook een felle stijging, zeg maar. Stijging van het aantal verkopen, zeg maar, van aandelen hier. Een gigantische piek. Ik weet niet wat daar precies aan de hand was op die dag. Maar ja, je ziet dus toch die downward trend, ja, dat je nog niet in moet stappen in Vopak. Dus als je puur technisch bekijkt, wat ik zelf nooit doe, ik kijk fundamenteel, maar puur technisch gezien is het nu geen handig moment nog om in te stappen in Vopak. Maar goed, daarom kijk ik dan ook even liever fundamenteel. Van ja, we doen het liefste van stap in een aandeel wat potentie heeft. Maar kies wel het goede instapmoment uit. Het is altijd lastig om precies in de bodem te stappen. Dus ik kijk dan ook maar liever van, oké, wat is dan de potentie van dit bedrijf? Nou, dit is het plaatje, zeg maar,
van Vopak. Hè, die hebben 70 terminals wereldwijd. Verschillende producten, van vloeibaar tot gas, van chemicaliën tot olieproducten. Deze producten, zeg maar, die worden wereldwijd verhandeld. En je ziet dus eigenlijk, wat logisch is natuurlijk, dat bij de grote clusters van industrieën de meeste terminals liggen. Je ziet links hier bij Mexico en de Verenigde Staten heb je natuurlijk rond Houston, zeg maar, heel die golf, zeg maar, hier van Mexico. Zo zie je dat er een enorme aantal terminals ligt van Vopak. Nou, vervolgens zie je dan hier nog, dat wat strategisch hier ook aan het noorden van Zuid-Amerika, die eigenlijk een sleutelfunctie hebben, Venezuela natuurlijk vanwege de olie. En zeg maar de brug zeg maar, richting de Verre Oosten. Veel zeg maar, logistiek is dat natuurlijk ook logisch. Veel van de productie van producten uit Zuid-Amerika wordt vervoerd naar Amerika. Gewoon omdat de logistieke kosten dan het laagst zijn. Dan zie je eigenlijk heel stuk in Afrika dat daar eigenlijk Vopak daar weinig heeft. Dat komt ook wel omdat bijvoorbeeld landen als Libië en Algerije, die hebben staatsbedrijven en die verzorgen zelf hun opslag en die laten daar geen andere landen toe om dat daar te doen. En in de toekomst wat we steeds meer gaan zien is Zuid-Afrika, omdat dat toch een van de meest welvarende gebieden is. En die Zuid-Afrika ook wel grootse plannen heeft, zeg maar, in het hele de groene transitie. Daar zullen ze nog wel verder uit gaan breiden. Dat kan ik zo nog wel even laten zien aan de hand van een plaatje. Vervolgens zie je dan dat ze nog in het Midden-Oosten actief zijn. En gaan we dan even wat meer naar het Verre Oosten. Dan zie je dat ze juist heel erg sterk aan het bouwen zijn. En ook al vertegenwoordigd zijn in China. En in Korea en in Thailand. En dat is toch wel de groeimarkt. Want het Verre Oosten, dat is toch wel voor de komende 10 tot 20 jaar... waar alles gaat gebeuren. Nou goed, we zien ook hoe hard het gaat met China. Ik las vandaag nog even een stukje over bijvoorbeeld zo'n autofabrikant NIO, die nu toch al 55% marktaandeel heeft in de wereld van elektrische auto's. En met de belofte, zeg maar, en toezegging dat China gaat inzetten groots op elektrisch rijden, hè, om zeg maar hun vervuilende kolencentrales, zeg maar, iets te kunnen compenseren, kunnen ze nog één ding doen. En dat is in ieder geval zorgen dat er op schonere brandstof gereden gaat worden in de komende tientallen jaren. En daar gaat ook allemaal straks activiteiten plaatsvinden. En natuurlijk die kolencentrales die op termijn gesloten moeten worden, dan moeten vervangen worden door aardgas of waterstof. Maar eerst is het de aardgas, dus daar moeten ook terminals voor gaan gebouwd worden. En wat China op dit ogenblik ook aan het doen is met andere landen Verre Oosten, is hun eigen raffinaderijen bouwen, zodat ze de olie zelf uit het Midden-Oosten kunnen halen, zelf die kunnen gaan raffineren, deels voor chemische fabrieken die ze daar ook aan het bouwen zijn, en uiteraard ook voor de energiebehoeften in het land zelf. En daardoor, dat is ook de grote reden, dat de te veel olieraffinaderijen zijn in de wereld en daarom ook bedrijven als BP, als Shell, als Conoco allemaal moeten afschrijven op hun raffinaderijen, omdat China en Japan dat allemaal zelf gaan doen. Zo kunnen zeg maar de waarde in de keten kunnen ze allemaal zelf houden, hè? Want elke marge die er zit, dus van olie naar raffinage zit een marge, die kunnen ze pakken. Van de raffinagemarge naar de grondstoffen, naar de chemische fabrieken kunnen ze marge pakken. En van de chemische fabrieken zeg maar weer de grondstoffen naar de fabrieken, bijvoorbeeld autofabrieken voor rubbers, et cetera, pakken ze ook hun eigen marge. En zo houden ze heel die keten, hè, willen ze dan zelf hebben. En dat is ook natuurlijk een stukje politieke ambitie, dat je niet afhankelijk wil zijn van andere landen te veel en dat je de keten zelf onder controle hebt. Dus dat is zeg maar waar Vopak zich nu positioneert. Nou, gaan we kijken bijvoorbeeld naar dan hoe gaan ze hun geld dan verdienen en waar halen ze dat vandaan? Nou, dat is een mooi plaatje wat je nu kunt zien. De 2021, ja, dat duurt nog even. Dat krijgen we dan waarschijnlijk in januari, februari. Maar wat we zien is hoe hun inkomsten zeg maar verdeeld zijn over de wereld. En je ziet dan zeg maar eigenlijk een vrij constante balk, iets groeiend, hè, zeg maar. De LNG-business. Dus je Amerika, zie je dat die eigenlijk zeg maar hun business van 15% naar 20% is gegroeid. Je ziet dat in Azië dat het lichtjes ook van 20%, het is allemaal ongeveer met 5% gegroeid, zeg maar, over de afgelopen 6 jaar. En je ziet in China, zie je dat het ook van 5% ongeveer richting die 10% is gegaan.
En je ziet wel dat in Europa de business en in Afrika gewoon minder is geworden. Dus de marge, de inkomsten, zijn daar lager geworden. Dus ja, waar ligt dan eigenlijk het accent? Oh, dat heb ik. Nou, mis ik toch een plaatje, want die had ik wel klaargezet voor jullie. Oh, dat is hij, die is hier komen te staan. Dus kijken we nu naar welk product doet het dan goed? Is dat nou olie? Is het chemicals? Is het gewoon industrieterminals met allemaal halffabrikaten? Of is het gas? Dan zien we dus zeg maar dat toch het stukje gas dat is aan het groeien. We zien ook dat het industriesegment aan het groeien is. We zien dat eigenlijk de chemicals vrij constant blijft. En wat opvallend is, is zeg maar dat we het olieaandeel zien teruglopen. En ja, dat heeft natuurlijk enerzijds ook mee te maken, hè, dat je zeg maar, ziet dat zeg maar, de olievraag op termijn af gaat nemen. Ja, je hebt terminals bouw je natuurlijk niet voor 10 jaar. Ik bedoel, in de Europoort staan ze er al meer dan 50 jaar. Als je ze eenmaal neerzet, dan moet je echt klaar zijn voor de toekomst. Ze hebben eigenlijk al genoeg olieterminals in de wereld. En ze gaan dus eigenlijk ja, dit afbouwen. Daarmee genereren ze geld. Hebben ze pas geleden ook in Australië hebben ze weer een zestal terminals verkocht. Olieterminals. En dat geld kunnen ze dan gebruiken om die groei mogelijk te maken. In LNG, chemicals en industrie. Dus je ziet dat ook opslagbedrijven. Dus verder kijken dan 5 jaar. En kijken waar kunnen wij de grootste marges maken. En ja, de grootste marges die maak je natuurlijk bij die terminals waar de minste concurrentie is. En kijk je bijvoorbeeld naar LNG, ja, daar zijn niet zo heel veel spelers die heel hele grote LNG-opslag hebben. Dus daar zijn die marges ook beter. Vandaar dat ook zeg maar de inkomsten daar beter zijn. Dan kwam ik bij het vorige plaatje uit. Oh ja, dat is het verhaaltje dus over LNG. Van ja, waar gaan we nou heen met LNG? En wat zijn hun ambities? En je ziet daar bijvoorbeeld, daar links hebben we de Gates op de Maasvlak, hè, de Gates centrale opslag. Dan hebben we Mexico, Colombia en Pakistan. Dat zijn zeg maar nu de grote LNG-opslag tanks van hun. En waar ze nu mee bezig zijn, is dus in Hongkong, hè, in het Verre Oosten. In Duitsland. Nou, in Duitsland, dat is natuurlijk niet gek, want daar hebben ze natuurlijk gezegd, we willen van kernenergie af. Dus ja, daar heb je weinig andere keus. De andere keus die ze hebben gemaakt natuurlijk is met de Russen Nord Stream 2 aan te leggen. Maar goed, alleen met Nord Stream 2 heb je nog niet genoeg aardgas als je overal echt afscheidt. En ook van die bruinkolen in het Roergebied, zeg maar. Als je daar ook afscheid wil nemen van die centrales, ja, dan heb je nog echt wel een stukje aardgas nodig. En dan is opslag ook belangrijk. Want dan heb je enerzijds heb je Rusland, zeg maar, die over de pijp levert. Maar wil je bijvoorbeeld aardgas gaan halen uit de Verenigde Emiraten? Of straks misschien uit Saoedi-Arabië of uit Algerije? Of projecten die in Egypte lopen? Die gaan zeer waarschijnlijk allemaal met de boot gebeuren, die verschepingen. En die, ja, daar heb je gewoon, als je in de haven binnenkomt, heb je eerst gewoon een opslag nodig voordat het op druk kan worden gemaakt en door de pijpleidingen lokaal gepompt kan worden. Dus Duitsland is geen verrassing wat dat betreft. Ja, en Singapore, Zuid-Afrika en Australië, ja, dat zijn natuurlijk wel groeigebieden. Australië met name, dat is een grote producent van aardgas. Dus ja, dan ga je daar dus opslag bouwen, hè, zodat je daarbij je schepen kan laden en vervolgens naar het Verre Oosten kunt varen. Zuid-Afrika, wat ik al zei, ja, dat is gewoon een van de rijkere gebieden en die willen ook een grote speler worden in die energie. Niet alleen maar in de groene energie, maar gewoon in de energie in het algemeen. En Singapore, omdat dat natuurlijk een van de allerbeste hubs is, zeg maar, om Korea, Japan en China te leveren. Dit plaatje wilde ik jullie dus laten zien om ja, om te laten zien hoe zeg maar, zo'n bedrijf toch echt wel inspeelt op die energietransitie. En dat ze een wereldleider zijn. Ze zijn de grootste in de wereld in opslaggebied. En daardoor zou het dus heel interessant moeten zijn als we kijken om op een gegeven moment in dit aandeel Vopak te gaan stappen. Dus zelf wacht ik nog, ik zie hem nu dalen. Ja, ik weet niet of het aandeel gaat helemaal tot die 25 gaat komen. Maar ik wacht nog even tot die trend in ieder geval, dat we al die rode staafjes zo meteen kwijt zijn. En dat we dan eigenlijk ook weer een beetje, net zoals in 2009, hè, we zien hier ook echt zo'n gigantische steile beweging.
En op een gegeven moment kom je op een punt dat mensen zeggen, oké, nu is die ondergewaardeerd, we moeten hem nu gaan aanschaffen en dan komt er zo'n rally en die willen we graag zien. Dus we moeten eerst echt wel een aantal maanden moeten we zien dat Vopak gaat stijgen. Dus dat is gewoon even elke week gewoon eventjes kijken van hoe ziet het aandeel eruit en dan rustig oppakken en in plukjes opkopen. En in die upward trend dan kan je altijd weer wat bijkopen, maar wat nu de situatie is dat de markt gewoon de cijfers van Vopak nog niet goed genoeg vindt. De vooruitzichten die zijn er, die worden gewoon door het sentiment nu gedrukt. En mensen kiezen liever nu voor een andere sector, of in ieder geval in de sector voor andere aandelen. Maar dat gaat echt wel weer veranderen. Alleen nu is het zaak aan ons beleggers om het goede tijdstip daarvoor te gaan kiezen. En dat lijkt dan in ieder geval nu nog niet. En hopelijk is in het eerste kwartaal van volgend jaar is er wat minder corona-impact en ziet de groei van de wereldeconomie er weer wat beter uit. En dan kan, wat ik altijd al zeg, dan zie je dat aan de olieprijs weer zich gaat herstellen. En meestal zo'n 5-6 maanden daarna kan ook een aandeel als Vopak gaan rallyen. Nou, dit is eigenlijk het verhaal volgens mij wat ik wilde gaan vertellen. Ik ben nu bij LNG gestopt. Wat heb ik nog meer? Ja, ik heb eigenlijk nu wat tijd gewoon voor vragen en antwoorden. Dus Harm, ik ga eventjes door de chat heen en dan ga ik even uitgebreid even naar de vragen toe. Even kijken, Frans die had hier een opmerking. Even kijken, of ik heb zelf bij een gasproject gewerkt aan de Nederlandse regering met Arabische Engineermaatschappij. 40 jaar contract met Gazprom gesloten. Dit buiten de gasunie om in Nederland een monopolie van inkoop. Is dat typisch? Nou nee hoor, dat is helemaal niet typisch. Ik heb zelf ook wel contracten afgesloten toen ik bij Eneco werkte. En ja, je hebt natuurlijk de keus altijd of je bij GasUnie koopt of je koopt bij een buitenlandse partij. Vroeger was het zo, maar dan moet je echt denken aan de tijden dat we de mijnen nog hadden met DSM. Dat je goedkoper gas kon kopen bij de GasUnie dan in het buitenland. Dat is een soort, je werd een beetje gesubsidieerd en dan kocht je eigenlijk, waren er ook weinig, er was toen helemaal geen open markt. Dus je wist eigenlijk alleen maar wat de prijs van aardgas was als je het al kon krijgen door er zelf op de bezoek te gaan. Maar het was totaal niet inzichtelijk wat een kubieke meter aardgas kostte in die tijd. En dan praat ik over ongeveer in 2000. In 2003 uit mijn hoofd is de energiemarkt pas geliberaliseerd. En zelfs in 2003, 4, 5 was eigenlijk het nooit aantrekkelijk om buiten de GasUnie aardgas te halen. En de reden daarvan was, is dat je bij de GasUnie kreeg je namelijk relatief weinig boetes als je te veel of te weinig gas afnam. Dus je moet je voorstellen, was het warm weer en je nam maar 85% af van je jaarvolume, dan kreeg je geen boete. Was het koud, nam je 115% van je jaarvolume af, kreeg je ook geen boete. Terwijl als je met Rusland zaken doet, of een buitenlandse partij, je spreekt af, ik ga 100 miljoen kubieke meter van je afnemen in deze week. Ja, en het wordt warm weer, ja, jammer voor jou, dan moet je dat volume terugverkopen op de markt. Ja, en omdat het warm is, immers je hebt het zelf ook niet nodig, zijn al die energiepartijen zijn dan aardgas aan het verkopen. Dus maak je gigaverlies op dat volume wat je teveel hebt ingekocht. En de GasUnie ging veel soepeler daarmee om. En dat kwam omdat het Slochteren veld uniek was in de wereld, wat heel makkelijk je zeg maar kunt omhoog laten gaan en omlaag kan laten gaan. Dus de druk uit het veld makkelijk kan verhogen en verlagen. Dat noemen ze flexibiliteit. Hè? Flexibiliteit in capaciteit, dat noemen ze dan een buffer. En die buffer, zeg maar, ja, dat voordeel zeg maar, van dat omhoog en omlaag kunnen schakelen met dat gasveld, dat voordeel gaven ze dan aan de klanten in Nederland. Dus ja, dat is, en nu zeg maar, nu zijn we later en nu kunnen zeg maar landen zoals Rusland of andere landen kunnen ook gebruik maken van dat bufferprincipe, want dat zit namelijk in de virtuele TTF-markt opgesloten en dat betekent dus dat je nu gewoon per uur gewoon kan nomineren wat je nodig hebt. Dus je kunt nu heel kort op de bal spelen en zeggen, joh, ik heb voor over 2 uur heb ik extra gas nodig en dan kun je dat gewoon op die markt kun je dat kopen. Terwijl dat vroeger allemaal niet kon, dan moest je dat voor een maand of al voor een jaar van tevoren moest je dat allemaal al doorgeven.
En ja, nu zijn de prijzen gewoon, dat is al denk ik een jaar of, nou, laten we zeggen, zeker al een jaar of 20 nu, denk ik, zitten we nu, 5 naar 15, zitten we met een hele transparante markt, waar je precies van uur tot uur kan volgen wat de aardgasprijs is. En dat kan Russisch zijn, dat kan Noors zijn, het kan Duits zijn. Eigenlijk is het niet belangrijk waar het aardgas vandaan komt. Dat is gewoon eenzelfde prijs en je kunt niet de moleculen volgen. Dus een Russisch gasmolecuul kun je niet als Russisch verkopen. Het gaat gewoon allemaal door elkaar in de pijpleiding. En dus het is voor consumenten ook niet meer zo belangrijk of ze Russisch gas krijgen of Nederlands gas. Het is allemaal van dezelfde kwaliteit. Dus het is meer zeg maar voor inkopers. Ze willen hun portefeuille, willen ze diversificeren. Je kunt op bepaalde prijsformules bijvoorbeeld gas kopen van Rusland, terwijl je bijvoorbeeld van een Nederlandse partij gewoon de beursprijs, een dagelijkse beursprijs in je contract kunt sleutelen. Dus wat er vaak gebeurt is, je neemt verschillende contracten, aardgascontracten met verschillende prijsformules, zodat je aan de ene kant beschermd bent tegen knotsgekke stijgingen van aardgasprijzen onder het ene contract en soms ook zeg maar je voordeel kan hebben bijvoorbeeld van dalende olieprijzen, omdat die zeg maar versleuteld zitten in je prijsformule voor gas en zo kunt profiteren van een lagere olieprijs als gaskoper. Dus daar kunnen verschillende redenen zijn waarom zeg maar partijen met verschillende leveranciers zaken doen. Even kijken, dan kijken we nog van Tom nog even een vraag. Even kijken, op basis van jouw verhaal kun je concluderen dat het verstandig is om gas elektra bij de leverancier een jaar vast te zetten in plaats van variabel. Ja, dat klopt. Hè. Dat heb ik volgens mij, dacht ik ook vorige keer gezegd, is ook handig. Je hebt nu al leveranciers die gewoon maandelijks zeg maar meegaan met de bewegingen in de spotmarkt. Dus eigenlijk wat je moet doen in ieder geval is ervoor zorgen dat je nooit zeg maar als de aardolieprijzen 3 tot 6 maanden voorafgaande aan het moment van waar je nu leeft. Hè, dus we leven nu in december. Dus dat betekent dat als je een variabele prijs hebt, en dan met het woord variabel, dan bedoel ik dat is een prijsformule. Nou, 90% of 95% van de gevallen zal dat zo zijn. Dus je hebt geen vaste prijs afgesproken met je energieleverancier. Dan werkt de prijsformule als volgt. Je zit in december, dan gaan ze terug 2 kwartalen, dus dat is kwartaal 2 en 3. Ze kijken dan naar de 6 olieprijzen in de maanden hè, van die 2 kwartalen. Daar neemt ze het gemiddelde van. En die olieprijs die gaat in de formule en die resulteert dan tot jouw energieprijs voor gas. En omdat juist in die periode zeg maar, de prijzen hard gestegen zijn, ga je dat dus merken. Dus volgende kwartaal, dan zitten we in kwartaal 1, dan hebben we te maken met de kwartaal 3 en 4 van 2021. Dus die olieprijzen van kwartalen 3 en 4 hebben invloed op jouw energieprijs in kwartaal 1, als je een variabel prijsformule hebt. En die olieprijs is hard gestegen in de afgelopen kwartalen, in 3 en 4. Dus ja, dan kun je nu beter om gaan zetten naar een vaste prijs of een variabele prijs. En ik zelf zou hem proberen, als variabel bedoel ik dan mee maandprijs, dus een energieleverancier te zoeken die maandprijzen doet. Want misschien zitten we nog 3 maanden met een hoge gasprijs, maar die zal daarna naar alle waarschijnlijkheid ook wel weer hard gaan dalen. Hè? Want je blijft geen spanningen hebben met Rusland en de Oekraïne. En na maart wordt de temperatuur het gaat omhoog, dus daardoor zullen de aardgasprijzen ook wel echt gaan dalen. Dat is statistisch, kun je dat makkelijk eventjes nakijken in een grafiekje hoe dat beweegt. Dus ja, zorg dat je wegkomt van prijsformules voor 1 januari 2022. En als je het vastzet, of heel kort voor een jaar, of een energieleverancier zoeken die zeg maar per maand je aardgas koppelt aan de actuele aardgasprijs. Dan nog 1 vraagje van Peter over, ja, mooi instapmoment inderdaad. Ja, die 22, 23 euro, ja, daar ben ik het wel mee eens. Dat is, als je kijkt naar dit plaatje, dan zie je dat technisch, zeg maar, ja, daar wel echt een bodem zit. Als je daarop kan pakken. Dus ja, zolang we geen technische groene balkjes gaan zien en we gaan, zeg maar, in dezelfde lijn waar we van de 50 zijn gezakt naar de 30... is niks onmogelijk dat inderdaad we nog een maand of 2 maanden een continuering zien
van die neerwaartse trend van Vopak. Dus daar ben ik het inderdaad mee eens. Dat kun je inderdaad gewoon via die trading navigator doen of welke software je mee hebt laten lopen. Die kan je gewoon instellen op een weeksignaal en dan hou je dat bij. En meestal heb je dan wel een paar weken nodig voordat dat sentiment, die lijn zeg maar, omdraait van een sell naar een buy moment. Dit was eigenlijk even het verhaal wat ik met jullie wilde delen vandaag. Zijn er nog vragen of anders dan laat ik het Harm eventjes afronden. Harm, ben jij er nog? Jazeker, ik ben er nog. Oké. Dus duidelijk, Ronald zegt Tom ook. En volgens mij was het in ieder geval weer een helder verhaal. Hè? Dus alleen voorspellen blijft natuurlijk altijd lastig wat je hebt gezegd. En Vopak, ik ben ook heel benieuwd wat dat gaat opleveren. Dus wel eventjes natuurlijk een technische steun doorbroken, maar wat dat betreft kan het ook eventjes een false move zijn, zoals ze altijd zeggen. Dus we moeten even wachten tot er weer, denk ik, weer een beweging omhoog komt. Voor de koers komt altijd twee keer voorbij, hè? Eén keer op weg naar beneden en één keer weer op weg naar boven. Ja. Dus dan, weet je, het is, kijk, jij kijkt technisch, hè? Het is de trading navigator. Hè? En ik kijk fundamenteel, en wat ik probeer te doen, en dat doe ik ook met die 500% renewal race, is natuurlijk die aandelen te kijken die nu wel fundamenteel sterk in elkaar zitten. En wat de reden is, dat weet ik niet. Maar nu worden ze gewoon in ieder geval geloosd en gedumpt. En nu is het inderdaad heel belangrijk om die timing juist te krijgen. En je ziet nu dat eigenlijk alles tegen zit, hè, voor zo'n opslagmaatschappij. Ten eerste liggen er natuurlijk die boten, dat is een grote chaos, de aanvoer. Hè. En al die producten, zeg maar, die geen goede aanvoer krijgen, richting de industrie en de chips, en er worden geen auto's gemaakt. Ja, dat betekent, er is een chiptekort, heel simpel. Dus de auto's hebben 4 tot 5 maanden levertijd. En een elektrische auto moet je tegenwoordig 4 tot 5 maanden wachten. Dat betekent dat al die fabrieken ook geen bumpers hoeven te maken, geen sturen, geen... He, allemaal niet nodig. Dus dat betekent ook dat al dat materiaal, die grondstoffen, he, de styreen, de toluïen, de benzeen, polyethyleen, polypropyleen, hoeft allemaal niet opgeslagen te worden. En daardoor zie je dat ook die inkomsten van Vopak eigenlijk een beetje pruttelen en ook de bezettingsgraad van die tanks niet hoger komt dan 85% op dit ogenblik. Maar zodra we weer gaan zien dat die logistiek, de chips, dat opgelost wordt, dan zijn mensen, de producenten, weer bereid hun tanks vol te duwen met al die grondstoffen die fabrieken moeten maken om die duurzame artikelen voor ons allemaal weer te maken. Dus dat zit tegen. En dat corona, dat maakt het natuurlijk ook allemaal onzeker. Dus de beurzen zijn ook onzeker. Dus zeg maar even fundamenteel ligt Vopak er even niet goed bij. Gewoon omdat de doorzetten gewoon te laag zijn. Maar technisch ook niet. En dat komt dan eigenlijk door het onzekerheid en het sentiment in de beurs. Dus daardoor krijgen dit soort aandelen echt dubbel klappen. Ja, we moeten maar afwachten. Hè. Het is, wat ik al zei, ik kan het niet voorspellen. Wat ik in ieder geval wel kan zien is, we hebben natuurlijk gewoon redelijk op tijd een verkoopsjaar gehad bij Vopak destijds. We zijn technisch daarom eruit gestapt. En nu is het wachten op de tweede keer dat de koers erbij komt. Hè. Dus weer op weg naar boven. Dus, Misschien eventjes Glenn die zegt, ik heb een mailtje gestuurd, kan je me een belletje geven? Nou, ik weet niet of dat gaat lukken, want ik ben net weer in Nederland geland. Dus ik zit nog een beetje te wiebelen op mijn stoel. En ik heb ook een hoop dingen nog op mijn bordje. Dus ik ga in ieder geval gewoon kijken naar je mailtje. Maar of ik je op korte termijn ga bellen, Glenn, dat durf ik niet te beloven. Christophe zegt, ik had reeds eerder wat Vopak gekocht op 36. Is het nu het goed moment om wat bij te kopen als deel van dollar cost averaging theorie? Ja, ik denk als je die strategie doet, hè, dan is het gewoon een kwestie dat je op vaste momenten iets bijkoopt. Dus niet echt gaan kijken naar wat de koers dan is. Maar bijvoorbeeld elke maand of elk kwartaal of elk jaar een positie gaat innemen. Met dus de visie dat op de lange termijn de koersen dan omhoog gaan. En dan maakt door het spreiden van je instapmoment de huidige koers niet zo heel erg veel uit. Dus dat is in ieder geval hoe ik er naar kijk. Dus goed idee, Harm. Dankjewel. Welkom terug in Nederland, zegt Christophe. Dankjewel. Ja, het is weer eventjes omschakelen hier qua temperatuur. Wat jij gewoon zegt, Ronald. Het is, verwachting is ook dat het wat kouder wordt. Dus een graadje 35 verschil met waar ik van de week zat. Ja. Maar komt het helemaal goed. Hey Ronald, wat mij betreft allemaal weer duidelijk.
En ja, leuk in ieder geval ook dat er zoveel mensen over weer enthousiast hebben meegedaan met het webinar, met vragen stellen, et cetera, et cetera. Dus ja, en ik denk ook die 500RR, denk ik in ieder geval een mooi initiatief van jou om mensen te helpen om te delen in jouw kennis die jij de hele dag natuurlijk aan het opdoen bent. Dus, ja. Ja, ik denk dat we nog misschien nog één doen, Harm, voor het einde van het jaar. Hè? Het wordt allemaal druk. Dus ja. En dan hoop ik dat we met z'n allen een mooi 2022 ingaan met beleggen. En dat we eindelijk weg van dat rare virus is een beetje naar de achtergrond verdwijnt. Want dat wordt allemaal wel een beetje, niet meer leuk om over te hebben, zeg maar. Nee, precies. Het begint behoorlijk te vervelen. Maar ja, op dit moment is er in ieder geval een thema. Dus ik zie Zoom, bedankt. Ben zegt dankjewel. En Chris, dankjewel, Ronald, voor je heldere uitleg. Dus het wordt gewaardeerd, zegt Christophe. Dus dat is in ieder geval goed. Ja, daar doen we het voor. Toch? Ja, jij ook bedankt, Harm. Ik zie je straks om 14:00 in ieder geval. Ja, afgesproken. Ja. Oké, dan ga ik nu weer verder. En ik wens iedereen namens Harm ook, denk ik, een hele fijne middag. En tot de volgende keer. En tot waarschijnlijk weer wat berichtjes op mijnbeleggen.com. Ja, dat gaan we zeker doen. Heel bedankt. Fijne middag allemaal. Tot ziens. Fijne middag. Dag. Bye, bye.